Een deel van de NEC-supporters is boos over het vertrek van Danny Hoekman. Hij begon als echte clubman aan zijn baan als technisch manager, maar na diverse conflicten moest hij het veld ruimen. Hij botste regelmatig met de mensen van Futuralis, het bureau dat NEC adviseert bij de aan- en verkoop van spelers. Dan is het niet zo dat je op een gegeven moment zegt van alles wat er niet goed is gegaan ligt aan Futuralis. Dus onzin. Ja, want NEC heeft die beslissing genomen. Jouw verstandhouding met Danny Hoekman persoonlijk, hoe is die? Want er werd ook over gezegd van ja, dat klikt helemaal niet. Jullie spreken niet met elkaar. Ja, wij zouden met de koppen tegen elkaar staan, heb ik gelezen. Nou, we hebben afgelopen donderdag met elkaar in 2,5 uur gezellig op een terras nog eens even geëvalueerd hoe dat de afgelopen anderhalve maand gegaan is. Of de eerste anderhalve maand. Nou, dat doe je niet als je elkaar na het leven staat, lijkt mij. Hoekman en de clubleiding van NEC zwijgen tot nu toe, maar de trainer spreekt zich wel uit. Ik heb met Danny Hoekman een goede gesprek gehad altijd. We hebben goed samengewerkt, maar ik werk eigenlijk ook met iedereen van NEC goed samen. En het gaat niet op enkele mensen, het gaat echt om NEC en daarvoor doen we alles. Bij Futuralis is ook onvrede en het contract met NEC is zelfs opgezegd. Dat betekent dat wij nu nog contractueel wel aan NEC verbonden zijn, officieel. Omdat er een opzegtermijn in zit. NEC en Futuralis gaan in oktober evalueren over de toekomst. En dan gaan we eens kijken hoe dat de hazen zouden kunnen gaan lopen. En dat is alles mogelijk op dat moment. Op het moment dat jullie met elkaar doorgaan, geloof je dan in een goede toekomst voor deze constructie en voor de club NEC? Voor ons is maar één ding belangrijk. Dat wij voor onszelf het gevoel hebben dat wij toegevoegde waarde kunnen leveren voor NEC.